Die ene persconferentie in maart van de premier veranderde alles. Kindertjes, ouderen reizen, toerisme een heleboel. Bekendere evenementen hier als Kom in de Kas zouden we gaan doen. We zouden de Nederlandse Veteranendag weer uit mogen gaan voeren. En achter elkaar kregen we alleen maar de ene na de andere afzegging. Ja, en dan? Een prachtige ordeportefeuille voor dit seizoen. Een seizoen wat ernaar uitzag als het beste van alle jaren. En in tijd van 2 dagen, 3 dagen blijft er gewoon niks van over. En toen kregen arbeidsmigranten, die met te veel mensen in de auto zaten, boetes. Ja, we hadden er afgelopen vrijdag eentje over de vloer. En die vertelde dat hij op 1 dag €3200 aan boetes had opgelopen. Gewoon puur door het rijden met mensen in de autootjes. Wel met een zeiltje erin, maar het is gewoon niet afdoende. Het is niet veilig genoeg. De bus voor rolstoelers werd meteen leeg en schoongemaakt. Toen zijn we die banken er opnieuw in gaan zetten. Gewapend met een rolmaat, meten is weten. En hebben we ervoor kunnen zorgen dat de onderlinge afstand van bank naar bank, dus echt alle onderlinge afstanden, die zijn minimaal 1,70 meter. Aan de rechterkant kan er één zitten, linkerkant kan er één zitten. En dan schermen we dit nog af, eventueel met een stuk strip, dat ze er niet kunnen zitten in de midden en zo naar voren toe. De arbeidsmigranten stappen achterin de bus in en voorin eruit. We zijn nu deze week begonnen voor een groot bedrijf. Daar zijn we mee begonnen met 3 bussen om personeel weg te gaan brengen. En morgen beginnen we met 2 ritten extra voor hun, dus dan zitten we er op 5. Dus 5 bussen die we dan dagelijks aan het rijden hebben. En allemaal gewoon helemaal aangepast naar de veiligheidseisen van nu.